mondfoto's worden gemaakt voor de tandarts als een herinnering van hoe de mond eruit ziet. Dat hij niet alleen de behandelkaart heeft, maar dat hij ook zicht heeft op hoe het er in werkelijkheid uitziet. Daarnaast kan hij aan de hand van de status van het gebit voor en na laten zien wat er verbeterd is, veranderd is, zodat de patiënt ook duidelijk heeft dat er zaken veranderd zijn. Het lastige van mondfotografie is dat er heel veel dingen samenkomen. En om goede mondfoto's te maken moet je eigenlijk een fotograaf zijn. Wat de tandarts wil vastleggen is een volledige mondsituatie. En om dat in beeld te brengen moet je ten eerste kiezen voor de juiste lens, de juiste flitsbelichting. Waardoor ook als je de foto's bekijkt of een esthetische analyse op de foto's doet, je wel de juiste verhoudingen hebt, zodat de patiënt zich er ook in herkent. Foto's maken is een ideaal middel om te overleggen met de patiënt wat er in de mond aan de hand is. Daarnaast kunnen we dat ook gebruiken om meer duidelijk te maken wat het kan worden, het beeld. We maken portretfoto's om een beginsituatie te maken van de patiënt. Om te kijken wie hebben we eigenlijk in de stoel zitten. Mooi aan een portretfoto is als je die recht schiet, dat je dan kunt kijken van goh, ogen staan op één lijn. De tanden moeten ook op één lijn staan. Als die niet in één lijn staan, dan zul je een scheve mond krijgen. We maken tegenwoordig ook foto's van bovenaf. En dat gebruiken we een spiegel voor. Zodat je met de juiste hoek recht op de tanden komt te staan. Het is voor de patiënt wel lastig omdat je de mond heel ver open moet doen. En het moet een warme spiegel zijn. Maar je krijgt daar wel een perfect beeld van alle tanden kiezen en wat er allemaal mankeert. Om goede mondfoto's te maken heb je meer nodig dan alleen een spiegelreflexcamera. Je hebt daarbij nodig mondspiegels. Want je wil graag op plekken fotograferen waar je in onmogelijke hoeken zou moeten werken. Om alles goed in beeld te krijgen. Dus maak je gebruik van een mondspiegel. Mag je mond open doen, plaats ik de spiegel. En wat ik nu doe is, deze moet je evenwijdig houden met het. Zo, die plaats ik zo ver mogelijk naar achter. En als je nu goed kijkt, dan zit hij tegen de spiertjes achter in de mond. Scherp stellen op het vlak van de occlusie. En dan haal ik de spiegel eruit. Nu kan je heel goed de sagittale en de transversale curve van de gebitten kan je zien. En dan daarvan een heel mooie beoordeling doen. Door een goede foto te schieten kun je heel goed communiceren met je technieker. Die kan op die wijze een veel mooiere kroon maken of een facing eigenlijk. Een eindrestauratie noemen we dat wel. En dan wordt het resultaat veel mooier en veel levendiger. Als een tandarts wil communiceren met zijn tandtechnicus, en de tandtechnicus is degene die de werkstukken maakt die de tandarts bij de patiënt plaatst, zoals een kroon, een brug, een prothese, een frame, dan heeft de techniker informatie nodig over kleur en vorm. Dat kan de tandarts doen door middel van een lichtfoto te maken en die te communiceren met het tandtechnisch laboratorium. Maar wil die in plaats van een kroon een tand laten maken bij het laboratorium, dan heeft de tandtechnieker meer informatie nodig over hoe de tandkleur is opgebouwd. Daarvoor kan je gebruik maken van een lineair polarisatiefilter, de Polarize, zodat de tandtechnicus veel beter kan zien hoe de kleuropbouw van een tand is. En in plaats van dat hij dan een kroon maakt, kan hij de kleuren inbakken en zul je zien dat de kroon eigenlijk een tand wordt en dat het niet opvalt bij de patiënt in de mond. Ik heb een aantal jaren geleden de vraag gehad om een boek te schrijven over mondfotografie, omdat er heel veel informatie op één dag op je afkomt. Eigenlijk is het boek dus een praktische handleiding waarin alles wat in de cursus verteld wordt nog eens een keer na te lezen is. Het boek is zo geschreven dat het een aanvulling is op de cursus, zodat als je de cursus gevolgd hebt en de nieuwste stand van zaken hebt gehoord, je in het boek dingen terug kan vinden en terug kan lezen, zodat je in de praktijk uiteindelijk prima zelf aan de gang kan. Veel tandartsen willen graag leren goed te fotograferen, hebben vaak de spullen wel, maar weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. En het leuke van een cursus volgen is dat ze leren om te gaan met de camera die ze in hun praktijk hebben. En dat ze bij elkaar leren hoe je ook met wanghaken en spiegels om moet gaan, want je moet iets groter werken als dat je gewend bent. Elke cursus is erg leuk om te volgen, omdat je en collega's ontmoet, en omdat je gewoon bezig bent met je vak, waardoor je ook weer beter wordt in de dagelijkse praktijk. Ik vind het erg leuk om mijzelf te verbeteren en een patiënt te informeren eigenlijk op die wijze. En door bijvoorbeeld bij Daan een cursus te volgen, kan ik mijn foto's op een hoger professioneel niveau brengen.